Het Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers wil ook dat het Voordense Comité 4 mei afziet van een herdenking van Duitse militairen. Het comité wil dit jaar opnieuw de gelegenheid geven langs de Duitse graven te lopen, iets waarvoor ook BMW van Bronkhorst voor is uitgenodigd. Ook Joodse organisaties en het Nederlands oud Comité bekritiseren de voorgenomen herdenking. Medewerkers van het Waterschap Rijn en IJssel gaan vanaf 15 maart lesgeven aan 75 scholen in de regio. In totaal worden er 120 lessen gegeven over het thema water. Aanleiding voor deze actie is Wereldwaterdag op vrijdag 22 maart. De waterles wordt gegeven op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Tijdens deze lessen staat waterbeheer centraal. In totaal geven de komende tijd 17 waterschappen gaslessen in aanloop naar Wereldwaterdag. Deze dag is in 1992 door de Verenigde Naties in het leven geroepen om waterbeheer wereldwijd onder de aandacht te brengen. Verschillende kunstenaars zijn vandaag begonnen met de opbouw van de expositie Passie op de Kruisberg in Doetinchem. Ruim 15 kunstenaars hebben in samenwerking met gedetineerden in Doetinchem 15 religieuze kunstwerken gemaakt. De werken zijn vandaag op de Kruisberg bij het Huis van Bewaring in Doetinchem opgebouwd. De kunstroute is te zien van 16 maart tot 14 april. Tante Lien Kolenbrander is zondag overleden. Tante Lien uit Doetinchem was gedurende vele decennia het gezicht van voetbalclub De Graafschap. De oma van De Graafschapsspeler Meijer was ruim 41 jaar werkzaam bij De Graafschap. Ze ontving de bestuursleden, de arbitrage en stond jarenlang in het spelershaam. Lien Kolenbrander was weduwe van Gerard Kolenbrander. De man die in de jaren 70 en 80 materiaalman was bij de Doetinchemse club. Door haar vele werk werd ze erelid van de graafschap en ook onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau. In 2012 kreeg ze daarnaast de zilveren erenmedaille van de gemeente Doetinchem. Tot het laatst bezocht ze de wedstrijden van haar club. Tante Lien is 85 jaar geworden.